twirlen. Nou, ja. Er wordt al getwirled. Het laatste item alweer, hè? Die tijd die twirlde ons zo weer weg. Ach, ach, mooi. Jullie zijn aan het oefenen? Of, Wij zijn aan het oefenen voor de wedstrijd die we zo na de pauze gaan doen. Want binnen is de wedstrijd? Binnen is de wedstrijd, ja. En wij zijn nu even aan het oefenen buiten. Ja. En wie zijn jullie? Wij zijn Twilteam Grote Gast, uit Grote Gast. Ja. In Twilden, is dat nou echt iets voor meiden of doen er straks ook jongens mee? Vandaag volgens mij geen jongens, maar er doen wel jongens aan mee. We gaan nog hem naar binnen zo, denk ik. Hoe lang twirl jij al? Volgens mij bijna 7 jaar. En hoe oud ben je? 12. En kun jij mij nou een beetje uitleggen, ook even voor de kijkers, wat dat nou precies is, dat twirlen? Ja, je hebt dan een beton en dan moet je dan allemaal tricks doen, in de lucht gooien en opvangen. En je moet allemaal met je vingers en je moet al gewoon... Maar dat ronddraaien, kun je dat eens laten zien? Dan hou ik deze even vast. Dat is zo. En dan moet je hem ook gooien. Ook een stapje achteruit doen. En hoe lang moet je daarvoor oefenen? Ja, ik heb over deze, heb ik ongeveer een jaartje over gedaan. En nu heb ik 2 keer gedraaid en daar heb ik wel wat langer over gedaan. Dus je moet er wel gewoon goed voor oefenen. Ja, want je vangt hem ook bijna zonder dat je er eigenlijk naar kijkt naar de stok. Ja. Dus dat heet dan timing, hè, dat je zoiets weer opvangt. Ja. Nou, ik vind het heel knap. Ja. Waar komen jullie vandaan? Welke groep is dit? Talita, Slagharen. Jullie komen uit Slagharen. Wat activiteiten hier, hè? Wat activiteiten, hè? Ja, ja mooi, hè? Ja. Ja. En wat is hier nou de wedstrijd? Waar wordt op gelet? Op uitstraling, dus hoe je je show eigenlijk zeg maar vertelt aan het publiek en aan de jury. En ook op de twiltechnieken natuurlijk en ook met je lichaamstechnieken. Dus kun je een spagaat of niet. En hoe goed doe je dat? Daar kijken ze allemaal naar. En dan gaat het om de punten? Hoe werkt zoiets? Of om cijfer? Ja, het gaat om de score. Die kan maximaal 100 punten halen. Nou, je probeert natuurlijk zo hoog mogelijk punten te halen. Ja, maar goed, wij zeggen altijd, je gaat eerst je show doen op de vloer. Daar ga je lekker van genieten en zien we dan wel wat de punten worden. Ja. Dan is het mooi dat je medaille haalt, maar dat maakt niet uit. Ja. Mag ik ook nog één proberen trouwens, en gewoon voor het gevoel? En ik denk van, weet je, met je hand deed je het zo. Doe ik het een beetje goed of niet? Ja? Oh! Dat kan op zich wel. Ja. Nou, moet ik een beetje beter oefenen. Ja. Ik doe er gewoon niet aan. Dit was hem. Hey, expeditie. Ja.